Ralf Zeuntjes, je verlaat het Bourgondische Brabant voor de Eimond. Vertel. Ja, Den Bosch wilde wel graag verder, maar uiteindelijk zijn we niet rondgekomen. Dus ja, toen zijn er wel verschillende clubs gekomen en toen Telstar als de winnaar uit de box gekomen. Ja, ik wil terug naar jouw Den Bosch tijd. Kan je daar wat over vertellen, hoe lang je daar hebt gespeeld? Ja, ik heb 3 jaar gespeeld bij Den Bosch. Een jaar onder Fons Groenendijk, een jaar onder Jan Poortvliet en een jaar onder Ruud Keizer. Het laatste jaar was het beste dan. Toen eindigde we 4e, heb ik gewoon alles gespeeld. En ik heb ook goede band daar met supporters. Dus ik hoop die hier ook weer te creëren. Ja, je zegt Den Bosch wou wel verder, maar jullie kwamen er niet uit. Waar lag het aan? Ja, Den Bosch moest financieel achteruit. Dus gingen ze snijden in het spelersbudget. En dan moesten ze noodgedwongen van een paar spelers afscheid nemen. En daar zat ik dan bij. Toen ben je op zoek gegaan naar een club. Je zegt je hebt contact met meerdere clubs gehad. Met wie heb je nog meer contact gehad? Ja, ik heb met Helmond Sport, Os en Fortuna ook gesproken. Dus, mijn zaakbenemer had nog iets lopen in Engeland, maar dat is nooit concreet geworden. En waarom heb je voor Telstar gekozen? Ja, Telstar, ik ken Wouter de Vogel en Kroes die hier ook heen zijn. Dus ik had bij hun wat informatie gewonnen. En het gesprek met de trainer die beviel me heel goed. Dus vandaar was de keuze eigenlijk gemaakt. Ja, je zegt, je hebt wat informatie ingewonnen bij Wouter de Vogel en Ali Kroes Vicente. Hoe gaat het dan? Dan bel je ze op en dan zeg je, wat is Michel Vonk voor trainer of wat stelt ze voor club? Ja, gewoon hoe de spelersgroep is, hoe de sfeer is, hoe alles een beetje loopt in de club. En hoe de trainingen zijn, gewoon een beetje algemene dingen. En daar kreeg ik positieve reacties op, dus dat was goed genoeg voor mij. Ja. Heb je met Michel Vonk, neem ik aan, gesproken? Waar heb je het met hem over gehad? Ja, Michel Vonk, wat hij in mij zag als speler, wat de speelwijze voor hem was. En dat hij met Telstar een project aan wil gaan om gewoon de play-offs weer te gaan bereiken na lange tijd met Telstar. Dus dat hopen we dit jaar te gaan bereiken. Ja. Ben je gehaald als basisspeler of voor de breedte? Nou, ik hoop als basisspeler. Maar dat moet je zelf altijd afdwingen. Hè? Dan komen het seizoen met Telstar. Je zegt net zelf al, Michel wil heel graag de play-offs halen. Wat verwacht jij ervan persoonlijk? Ja, ze zijn vorig jaar volgens mij 18e geworden of 19e. Ja. Dus het wordt wel een zware opgave met Roda, NEC en RKC die erbij zijn gekomen. Maar ik heb goede eerste indruk van de groep. Dus we moeten het zeker, ik denk dat we wel kunnen gaan redden. Ik heb net een beetje op je Wikipedia zitten koekeloeren. Hoe ga je dat doen? Ga je verhuizen naar Velsen? Ja, ik woon nu bij Kroes in. Tot september komen waarschijnlijk zijn ouders. En dan 3 maanden zoek ik even een andere oplossing. Waarschijnlijk bij kennissen die hier in de buurt wonen. En dan weer terug bij Kroes. Dus dat is wel goed geregeld. Gezellig met z'n tweetjes. Ja, beter dan alleen toch.